Hallo iedereen en welkom bij weer een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Mocht jullie nog niet geabonneerd zijn, you guys, jullie weten ondertussen wat jullie moeten doen, hè? Abonneer! Ik heb vandaag eindelijk de video met de veronderstellingen over mij, dus de Assumptions About Me tag. Dus ik heb aan jullie gevraagd, wat zijn dingen die jullie van mij denken of die jullie veronderstellen? En die ga ik vandaag beantwoorden, ontkrachten of bevestigen, who knows. Dus let's do this voor mijn ouders thuiskomen, want dan kan ik niet meer filmen. Want ja, ik woon terug bij mijn ouders. So much fun! Nee, echt waar. Ik hou wel van mijn mama en papa, dus dank u dat ik hier mag wonen. Maar let's roll. De eerste vraag is, social media onderdrukt heel vaak uw zelfontwikkeling. Ja, dat klopt wel, inderdaad. Ik denk dat het gemakkelijker was in de tijden zonder social media om jezelf te ontwikkelen, om te vinden wie dat je bent. Omdat je nu heel veel invloeden krijgt van buitenaf. Je ziet heel veel op social media. Je denkt wel eens vaak van, zo wil ik zijn of zo zou ik moeten zijn. Omdat je voorbeelden ziet. Dus ik neem ook wel vaak tijd om even niet op social media te zitten. En bij even bedoel ik 2 uurtjes of zo. En ja, gewoon even tijd voor mezelf te nemen. Een paar dingen op te schrijven. Na te denken wat ik wil in de toekomst. Hoe ik mezelf zie. Waar ik dankbaar voor ben. En zo'n dingen. Dus ik vind dat wel heel belangrijk. Dat je dat ook doet. En zonder het social media gebeuren. Want dat heeft natuurlijk heel veel invloed. Oké, de volgende vraag is. Ik heb een tepelpiercing. En ik moet het bewijzen. Ik heb geen tepelpiercing. En ik ga het niet bewijzen, want dat zou een beetje fout zijn. Nou, ik heb absoluut geen tepelpiercings. Nope. Ik vind dat heel mooi. Geen 2, maar 1 bij een vrouw. Ik vind dat echt super mooi. Maar ik zou dat nooit durven. Ik zou dat ook nooit doen. Nee. Je bent een relatiepersoon en zelf kan je niet zo lang single blijven. Wat moet ik daarop zeggen? Ik heb heel veel liefde om te geven. Ik deel graag liefde uit. En ja, ik deel mijn leven graag met iemand. Allee, sowieso deel je dat met je vrienden, met je familie. Maar het is toch anders om dat met een partner te delen. En ik zorg heel graag voor iemand. Dus ik denk op dat vlak dat ik inderdaad wel meer een relatiepersoon ben. Ik kan niet heel goed alleen zijn. En ja, ik weet niet. I got a lot of love, hè. Dus ik kan veel geven. In het leven wat dat je nu hebt, kun je geen nieuwe, gewone mensen meer leren kennen. Ten eerste, ik ben ook maar een gewoon mens. Ik ben niet speciaal of zo, ik ben ook maar gewoon. En ik leer wel vaak nog mensen kennen. Ik denk, op deze leeftijd is het soms moeilijker om nog mensen te leren kennen, omdat je hebt toch wel vaak je vaste vrienden en je vaste vriendengroep. Maar ik leer zeker soms nog wel eens mensen kennen op een gewone manier. Op restaurant of op café of ik ga eens iets doen of we spreken eens af of zo met mij. Met meisjes die dan mijn vriendinnen worden. Dus dat kan zeker nog. Ik merk wel dat het soms moeilijker is. Zeker in een bepaalde sfeer, bijvoorbeeld als je op stap gaat of zo. Ik ben al lang niet meer op stap geweest. Maar als je dan op stap gaat of zo, dan komen er wel vaak mensen zo van, ah, je bent Alisa Loo van Instagram of zo. En ja, dat is wel zo. Allee, ik vind dat niet vervelend. Ik vind dat heel fijn. Ik vind dat zeker heel fijn als mensen mij aanspreken of een foto vragen of een praatje met mij maken. Zeker. Maar dan weet je wel zo van, allee, een vriendschap is misschien niet altijd oprecht. Allee, in veel gevallen ook niet, maar ik hoop dat jullie snappen wat ik bedoel. Mijn volgend lief of mijn ultieme crush moet vooral heel knap zijn. Nee, ik ben echt niet. Oké, uiterlijk is belangrijk, maar ik ben echt niet iemand die gewoon puur op het uiterlijk gaat kijken. Als een persoon kut is of niet fijn is, dan mag hij zo knap zijn als hij wil, maar dat werkt niet. Ik vind het heel belangrijk om een heel goede klik te hebben. Om heel open te kunnen zijn.
om goede communicatie te hebben. Praten vind ik heel belangrijk. En vooral dat ik mezelf kan zijn. En die persoon natuurlijk ook. Dat vind ik de belangrijkste dingen. Ik wil gewoon een goede diepe band met iemand hebben. Goed kunnen praten. Dat vind ik gewoon heel belangrijk. En ja, mezelf zijn, maar dat wil iedereen, denk ik. Ik wil me niet anders moeten voordoen. Of mij, ja, misschien iets stom, maar mij anders moeten kleden. Omdat de persoon dat wil. En zo, dat wil ik niet. I've been there, done that. En ik wil me niet aanpassen naar iemand. Dus, en het uiterlijk is zeker niet het belangrijkste. Natuurlijk, ik val in eerste instantie, denk ik wel, op het uiterlijk. Zal er ook van afhangen hoe ik die persoon leer kennen. Ja, dat is gewoon ook wel belangrijk, maar dat is echt niet het belangrijkste. Maar er moet gewoon een aantrekkingskracht zijn, dat vind ik belangrijk. Ik vond mezelf vroeger altijd te groot, omdat ik overal de grootste was. Ik was inderdaad vroeger altijd de grootste. Nu ben ik 1,75 meter, dus dat is, denk ik, redelijk standaard. Of aan de iets grotere kant bij een vrouw, maar niet heel groot. Ik weet het niet. Maar nee, ik had vroeger nooit moeite ermee dat ik de grootste van de klas of zo was. Het enige waar ik moeite mee had, was dat ik heel mager was. Omdat ik altijd gepest werd. En er altijd gezegd werd, je hebt anorexia, anorexia, anorexia. Terwijl ik geen anorexia heb, of heb gehad, of ooit heb gehad. Daar had ik moeite mee. Ik kan me niet voorstellen dat jij en Celine hevige ruzies hebben gehad. Klopt dat? Jullie zijn fijn om samen te zien. Dank u wel. Natuurlijk discussiëren Celine en ik ook wel eens. Dan is het eerder als een van de twee ons goesting niet krijgt of zo, dat we wel zo eens kunnen discussiëren. Maar voor de rest, we hebben echt weinig discussies. We hebben ook nooit ruzie echt. Ik denk ook niet dat we dagen niet tegen elkaar zullen praten. Ik kan die echt voor geen geld in de wereld meer missen. Dus ja, het zal er altijd opgescheept zitten met mij. Ik denk dat uw vorige relatie met Sam is misgelopen door te open te zijn hierover op social media. Nee, eigenlijk niks mee te maken. Dat was zeker niet het probleem. We deden allebei social media heel graag, waren er allebei heel graag mee bezig en vulden elkaar daar ook echt op aan. En dat was wel een passie van ons. Dat heeft er echt niks mee te maken. Het zat gewoon niet goed en ja, ik weet niet. We hadden natuurlijk ook al eens een relatie gehad, dus het was een tweede kans en ik denk gewoon dat het niet mocht zijn. Veel van mijn keuzes en mijn angsten zijn gebaseerd op een extreem laag zelfbeeld. Dat is moeilijk. Ik moet zeggen dat ik de laatste 2-3 maanden heel hard aan mezelf aan het werken ben. En dat ik wel merk dat mijn zelfbeeld veel lager is dan dat ik zelf dacht. Dat is misschien raar om te zeggen, maar ik doe me altijd heel zelfzeker voor. Ik gedraag mezelf zeker. Ik denk in mijn hoofd vaak dat ik heel zelfzeker ben. Maar ik besef heel goed dat ik ook heel kwetsbaar ben en ook heel onzeker ben over veel dingen. Dus dat heb ik wel ontdekt. Maar als mijn angsten daaruit voortkomen, weet ik niet. En keuzes, weet ik ook niet. Maar alleszins, ik denk dat veel mensen wel vaak struggelen met hun zelfbeeld. En vaak, ja, hun niet super in hun vel voelen of niet heel zelfzeker voelen. En ook ik heb dat wel eens. Ook al lijkt dat vaak niet door mijn job. Ik smijt mijn leven op internet. Ik sta vaak in een bikini op een foto of zo. Maar toch struggle ook ik daar wel vaak mee. Ik voel me soms eenzaam. Ja, zeker. Maar ik denk dat iedereen dat wel eens heeft. Zeker op deze leeftijd denk ik heel vaak van, en nu? Ik ben 28 en
Het is de eerste keer in 8 jaar, denk ik, dat ik terug bij mijn ouders woon. Daarvoor zat ik op kot en daarvoor zat ik op internaat. Dus was ik alleen in het weekend thuis van mijn 16e. Dus ja, dat is soms moeilijk en ik weet nog altijd niet goed, heel goed wat ik wil met huis, appartement, kopen, huren. Ik ben er nog altijd niet helemaal uit, maar alles komt wel op zijn tijd. Je hebt je borsten laten vergroten. Ik denk iedereen die mij volgt dat ondertussen wel al weet. Dat is zeker geen geheim, want er staat ook bij van je durft er niet voor uit te komen. Maar ik heb er video's over gemaakt, ik zeg dat heel vaak en ik schaam me daar helemaal niet voor. Ik heb ooit drugs geprobeerd. Heel eerlijk, ik heb nooit harddrugs geprobeerd. Nooit iets genomen van, wat is dat zelfs, cocaïne, speed, zo'n dingen. Nooit gedaan. Ik heb wel eens een jointje gerookt. Vroeger, toen ik jonger was, maar ik denk dat er dat velen wel eens hebben geprobeerd. En dat is een soft drugs, dus dat kan er nog mee door. Maar ik heb nooit aan de lopende band jointjes gerookt of weet ik veel wat, dus nee. Ik ben soms bang dat ik door mijn lingeriefoto's moeilijker een gewone baan kan vinden. Nee, want ik wil geen gewone baan. Ik wil dit blijven doen. Simpel. Ik wil dit blijven doen, ik wil de webshop blijven doen. Dus dat maakt me niet uit. En ook als ik ooit een gewone baan zou moeten zoeken, houd vast dat dat niet zo is. Maar dan moeten ze mij nemen hoe ik ben en voor de dingen die ik op social media heb gedaan of doe. Ik vind dat ik echt een geweldig lichaam heb. Nope, echt niet. Zoals ik al even hiervoor heb gezegd, ik struggle ook heel vaak met hoe ik eruit zie. En ik zeg zeker niet dat ik mag klagen of dat ik, hoe moet ik dat zeggen? Over het algemeen ben ik gelukkig met hoe ik eruit zie of hoe ik ben of wie ik ben. En moeten mensen mij gewoon nemen hoe ik ben en wie ik ben en hoe ik eruit zie. Dat is gewoon het hele plaatje en dat ben ik. Maar natuurlijk wil ik ook heel graag wel eens er anders uitzien. Vandaag was ik in de wellness met Celine. Dan zitten we echt tegen elkaar op van, kijk hoeveel rolletjes ik heb. Oh, en ik heb dit en ik heb cellulitis en ik heb dit. En ik snap dat dat voor sommige mensen iets kan hebben van, oh my god, jullie zijn mager en jullie zeggen nog dat jullie rolletjes hebben of dat jullie dik zijn. Maar het is niet omdat we mager zijn dat we ons daarom altijd heel goed voelen. Ik wil ook wel vaak eens dingen aan mijn lichaam veranderen en ik ben ook maar een vrouw en ik struggle ook heel vaak met mijn zelfbeeld en met body image. En ja, social media heeft daar ook een grote invloed op. Dus ja, ik wil er ook vaak anders uitzien. En ik vind zeker niet dat ik een geweldig lichaam heb. Oh god, nee, geloof mij. Er is veel wat ik zou willen veranderen. Als ik vond dat ik een prachtig en geweldig lichaam had, dan ging ik niet naar de fitness ten eerste. Dan at ik alles wat ik wou. Oké, ik eet vaak heel veel wat ik wil, maar ik eet ook vaak gezond. En dan zou ik mijn lichaam nog meer op social media gooien. Dan zou ik hier nu in mijn bikini zitten, dit filmen voor jullie. Maar dat gaan we niet doen, want zo goed voel ik me niet over mijn lichaam. Je bent op een heel jonge leeftijd ontmaagd. Ik gok 13 jaar. Nope, niet waar. Ik was 16 en dat was met mijn eerste vriendje, Sam. Dus ja, ik weet dat nog helemaal perfect hoe dat was. Ja. Ik denk ook dat je zoiets nooit zult vergeten. Je hebt in je jeugd heel vaak one-night stands gehad. Nee, fout, want ik was van mijn 15e tot mijn 24e samen met Sam. Ik ben zeer tegenstrijdig, want ik heb samen met Celine een foto gepost van cruelty-free make-up. Dus make-up die niet op dieren is getest. Maar 6 uren daarvoor post ik een foto van vlees. Ik weet nog denk ik wat dat was. Dat was make-up van Bella Pierre. Ik gebruik dat heel graag. Dat is minerale make-up. Dat is heel goed voor mijn huid. Heel licht op mijn huid. Maar dat wil niet zeggen omdat ik die make-up heel goed vind,
dat ik daarom vegan ben of geen vlees eet. Ik ben niet vegan, ik ben geen vegetariër. Ik eet gewoon vlees, eieren, alles. Maar ik gebruik die make-up heel graag. En dat dat niet op dieren is getest, is mooi meegenomen. Maar ja, ik doe dat vooral omdat ik het een heerlijk merk vind. Oké, deze vond ik wel... Dat is niet echt een veronderstelling misschien, maar dat vond ik wel een interessante. Eentje die me toch wel raakt. Je beseft niet hoe hard andere mensen moeten werken. En nog steeds nooit zullen hebben wat jij hebt. Je hebt alles om gelukkig te zijn en klaagt. En hebt mentale problemen. Hoe dan? Andere mensen met een moeilijke periode moeten gewoon morgen om 8 uur wel op de job zijn. Dus... be happy. Ja, dit is wel... Dit vind ik persoonlijk heel erg om te horen. Jullie zien alles van mijn leven wat goed is, wat leuk is. Natuurlijk op YouTube film ik ook wel mijn minder goede momenten. Maar het wil niet zeggen dat mijn leven perfect is. Dat ik perfect ben. Dat ik alles heb om gelukkig te zijn. Ik wil ook een heel groot huis. Gewoon bij mijn ouders. Ik wil ook heel graag een Ford Mustang GT. Ik heb een Ford Kuga. Ik heb toch wel hetzelfde merk. Ik wil ook heel graag heel veel geld hebben. Ik wil ook heel graag dikke borsten hebben van nature uit. Ik wil graag een dikke poep hebben van nature uit. Allee, natuurlijk, er zijn veel dingen die ik wil. En ik ben gelukkig in mijn leven. En ik heb veel. En ik ben er heel dankbaar voor. Vooral ook, ik heb veel bedoel ik ook vooral dingen om gelukkig te zijn. Ik heb de juiste mensen rond mij. Ik heb geweldige vrienden, geweldige ouders. Ik ben heel gelukkig op dat vlak. Maar natuurlijk zijn er dingen waar dat ik ook mee struggle. En het is niet omdat ik dingen heb die deze persoon denkt van... oh, die heeft dat en dat en dat. Die moet gelukkig zijn. Allee, daarom moet ik niet gelukkig zijn. Hè? Ik hoorde vandaag nog op de radio dat Justin Bieber een tijdje gaat stoppen met zijn muziek. Omdat hij gaat werken aan zijn persoonlijke issues. Omdat hij heel veel struggelt met mental issues. Dat hij heel veel problemen heeft, angststoornissen heeft en... een beetje last heeft van depressie. En dan denk ik niet in mijn eigen van... Justin, je bent rijk. Je hebt alles wat dat je wilt hebben. Zij is gelukkig, hè? Nee, ik weet niet. Zo werkt de wereld toch niet? Iedereen... allee, zo werkt... zo werkt het gewoon niet. Ik vind het dus gewoonweg echt heel raar dat mensen ervan uitgaan van... je bent social influencer. Je zit op YouTube. Zijt maar gelukkig. Zo werkt het niet. Zeker niet. Ook ik ben maar een mens van vlees en bloed. En ook ik heb zeker mijn problemen. En natuurlijk, iemand die een 9-to-5 job heeft, moet morgen om 9 uur gaan werken. Maar ik heb morgen ook verplichtingen. Ik moet morgen ook op kantoor zijn. Oké, om 11 uur. Maar ik sta ook op om 8 uur om 9 uur te kunnen beginnen met editen. Allee, het is een andere manier van werken en ik kies mijn uren redelijk zelf. Maar dat wil niet zeggen dat ik geen verplichtingen heb en zo. En ja, gewoon, alsjeblieft, social media is niet het echte leven. En vat dat niet op alsof iemand gelukkig is op een foto op social media dat alles perfect is in zijn leven. Daar heb ik het redelijk moeilijk mee met zo'n dingen. Ik ben heel lenig. En ik kan meteen in mijn eigen mond steken. Wel. Ik ga mijn sok uit doen. Ik zal eens proberen, hè. Maar ik weet dat ik dat kan, dus. Ja. Ik kan ook, hè. Hoeken. En. Voor degene die gaan vragen of het aan de andere kant ook kan. Jawel. Minder, deze is minder lenig, maar... Oké, vaak in de mond steken. Oké, nu hoop ik niet dat jullie denken van... ew, girl. Steek niet je eigen tenen in je mond. Ik heb me net gedoucht. Dus, geen probleem.
Ik heb het er heel vaak moeilijk mee dat ik met mijn job er altijd goed moet uitzien en altijd goed moet zijn. En er niet eens slecht kan uitzien en geen fouten mag maken. Nee, eigenlijk. Ik snap dat er een bepaalde druk is. Ook hier was ik daar straks nog over aan het praten. Ik word meer en meer herkend op straat, in de winkel, op restaurant, al die dingen. Wat ik totaal niet erg vind. Ik vind dat zelfs heel fijn. Maar ik ben niet zo iemand die dan denkt van... vanaf nu kan ik niet meer zonder schmink buiten komen. Vanaf nu kan ik niet meer zonder jogging buiten komen. Nee, ik ben ook maar gewoon een mens. Ik maak fouten. Fouten zijn menselijk. Ik zal er waarschijnlijk al veel meer gemaakt hebben dan velen onder jullie die dit kijken. Ik heb zeker stommiteiten begaan in mijn leven. Ik ga zeker nog uit de deur zonder schminken en zo. Ook al vind ik dan dat ik er niet goed uitzie. Dat is het leven en dat ben ik. Dus ik denk dan ook van... Ik zit ook op YouTube vaak zonder schmink en zo. Dus wat maakt dat nu uit? Allee, hier zien 10.000 mensen dat bij wijze van spreken. En in de winkel is dat misschien één iemand die ik tegenkom. Dus nee, daarvoor ga ik het niet laten. Ik ben nog niet klaar om te trouwen en kinderen te krijgen. Jawel, om te trouwen wel, denk ik. Maar dan moet ik eerst nog een partner hebben. Nee, ik denk wel dat ik niet meer heel lang wil wachten om te trouwen. Want ik ben 2 jaar verwijderd van de 30. Maar ik denk als ik rond de 30, 31 zit, dan zou ik willen trouwen. Maar ja, dat is natuurlijk mijn ideaalbeeld. Ik weet niet hoe het gaat lopen allemaal. En kinderen, inderdaad, daar ben ik nog niet klaar voor. Dat mag nog wel paar jaar wachten. Voor mijn 35ste of zo wil ik wel 1 kindje. Als ik er al eentje wil. Daar ben ik ook nog niet over uit. Sam en ik komen nog altijd heel goed overeen. Ja, we praten nog. Allee, praten. We sturen nog wel regelmatig. Vandaag heeft hij mij nog foto's van de katjes gestuurd. Aangezien mijn katjes ook nog daar zijn. En veel van mijn spullen zijn nog daar. Dus ik ga ook nog wel vaak naar daar. We kunnen nog wel goed praten, dus ja, zeker geen probleem. Ik ben ook wel heel trots op wat hij doet met zijn YouTube-kanaal en zo. En gewoon in het leven en hoe die verder gaat. Ik ben er wel echt heel fier op. En dan de laatste vraag, want ik denk dat deze vlog anders heel lang gaat worden. Ook wel een grappige. Ik ben zeker niet het poppetje hoeveel mensen denken dat ik ben. Maar ik ben ook heel vaak een vettige doos. Ja. Dat is wel bonker op eigenlijk. Mensen die me kennen, die weten wel, ik ben echt helemaal geen poppenmieke. Helemaal niet. Misschien zie ik er soms zo uit of zie ik er vaak opgedost uit. Ik weet eigenlijk niet hoe mensen daarbij komen vaak. Maar heel veel mensen denken vaak dat ik een poppenmie ben. Maar dat is wel helemaal niet. Dat kan ik wel echt over mezelf zeggen. En ja, ik ben zeker ook vaak een vettige doos. Ja. Ik kan ook wel eens een scheetje laten en rare dingen doen of zo. Ik weet niet. Over vettige dingen praten. Ja, wat is een vettige doos zelfs? Ik weet het niet. En ja, ik ben zeker echt geen meisje waarbij stel dat een jongen een scheet zou laten, dat ik zou zeggen, eeuw, ga weg. Nee, ik kan er echt perfect tegen. Ik zou er echt mee lachen. Ik vind dat nog grappig ook. Ja, nee, ik heb er echt geen problemen mee. Ik kan ook met mijn vriendinnen samen pipi gaan doen of naar het toilet gaan en gaan kakken of zo. Dat is ook geen probleem. Heb ik al genoeg gedaan met Freya of zo, of met Celine ook wel. Dus nee, ik ben iemand die echt helemaal niet snel vies is van iets. Helemaal niet. Ik heb met niet veel dingen problemen. Dus ja, ben ik daarom een vettige doos? Ik weet het niet. Ik ben gewoon een beetje open-minded. En als iemand een scheetje moet laten als hij bij mij is, ja, laat een scheetje, hè. Liever dat dan dat je buikpijn hebt, hè. Ik heb er echt geen problemen mee. Oké, wow. Er waren veel vragen. Heel fijn.
dat jullie mij zoveel vragen hebben gesteld. Wel gek wat voor een dingen jullie soms over mij denken. Veel dingen zitten er wel echt op en veel dingen zijn er ook ver naast. Maar het is wel altijd tof om zo te weten wat mensen denken over u of veronderstellen. Ik weet natuurlijk ook dat er veel dingen verondersteld worden over mij als je zo ja, een beetje meer je leven openbaar maakt. Maar ik weet zelf nog altijd wel wat waar is en wat niet waar is. Wie ik ben, wie ik niet ben. Maar ik hoop wel dat ik met deze antwoorden jullie vragen een beetje heb kunnen beantwoorden. Dat jullie het leuk vonden. Dus zeker thumbs up. Laat ook zeker een leuke comment na. Dat zou ik heel leuk vinden. En die ga ik zeker beantwoorden. En ik zie jullie overmorgen.